Goedemiddag, vandaag tip 32. Ik wil het hebben over het oplopen. Als je oploopt naar het net, wordt er vaak vergeten om de greep te draaien. Dus als je een voorhand slaat en je loopt er achteraan, dan verdraai je de greep van de voorhandgreep naar de tussengreep. Dus je gaat voor een rechtshandige naar links. En dan maak je die split step niet zo, en zeker niet zo in die voorhandgreep wat vaak gebeurt, maar elleboog hoog en in de tussengreep. Dan kan je de voorhandvolley slaan, backhand volley en de smash. Je kan het eigenlijk met één greep kan je al die slagen slaan. Dus voorhandgreep, net voordat hij anders slaat, split step en onder het lopen heb ik hem al verdraaid. Laat het nog een keer zien. Voorhand, verdraaien met de tussengreep, split en dan komt die volley. Kan hier komen of daar. Dat maakt allemaal niet uit, want je staat in de goede greep. Tot de volgende keer.